Belletje 0486 presenteert Carnaval 2021. Beste carnavalsvierders, en natuurlijk een speciaal welkom aan de Pottersburgers en Pottersburgerinnekes. Hier een berichtje uit Pottersburggraven. De presentatie van de Pottersburgerkrant 2021. Ik zit hier met Jan Nuijen, commissielid van de Pottersburgerkrant. En Jan, hoe gaat het met je? Ja, leuk. Fijn dat ik hier mag komen, Menno. En dat ik namens de redactie van de carnavalskrant 2021 deze krant zo dadelijk aan jou mag overhandigen. Want wij zijn als redactie druk bezig geweest om in deze rare coronatijd toch iets leuks te maken om de binding van de leden van de carnavalsvereniging Pottersburg met Pottersburg, de adverteerders, de sponsoren, om een vleugje carnaval te brengen in onze mooie plaats Pottersburg. En ik vind dat we daarin geslaagd zijn met z'n viertjes. Want ik ben namelijk afgevaardigde van de redactie. Maar in onze redactie hebben wij twee kanjers Graafse vrouwen, Pascal Lubbers van Tuin en Marleen Peters, die ieder jaar zorgen voor carnavaleske artikelen, voor grapjes, voor leuke dingen om te lezen. En dat wordt allemaal in elkaar gestoken door Frans Beijer, die onze vormgever is en die uren en uren steekt om deze krant een perfect visitekaartje te maken voor de Vereniging Pottersburg. En ik vind ook weer dit jaar dat we daarin keigoed geslaagd zijn. Dus met trots kan ik hem dadelijk aan jou presenteren, Menno. Zou je al wat van kunnen vertellen wat er in de krant dit jaar staat? Ja, over de inhoud het volgende, Menno. We hebben de gebruikelijke artikelen van een woordje van het bestuur, een woordje van de burgemeester. Maar we hebben geen nieuwe prinsen, dus we hebben wel een dankwoordje van prins XL. Die verwoordt hoe het carnavalsjaar voor hem is verlopen. Want dat carnavalsjaar is nog helemaal kunnen worden afgesloten. En natuurlijk ook een bedankwoordje van prinses Maaike, de jeugdprinses. En daarna zijn we gaan zoeken. We hebben gelukkig heel veel ondersteuning gehad van de oud-prinsen. We hebben heel veel foto's die we konden gebruiken van die 69 of 68 edities die er al verschenen zijn. En onze twee verslaggeefsters, zo zal ik ze maar noemen, Pascal en Marleen, hebben weer gezorgd voor puzzels, voor leuke mondgrapjes. Een beetje een parodietje op mondkapjes die we deze dagen moeten dragen. Dus hij zit helemaal vol met mondgrapjes. En zo zijn we gekomen tot een heel leuke editie 2021. Met, en dat vind ik toch wel heel speciaal, een woordje van onze verhuisde pastoor Aarden. En een afscheidsbrief van onze vertrekkende burgemeester Rolvink. Die ook de Pottersburgers iets mee wilde geven dit jaar. Nou Jan, ik ben heel benieuwd. Kan je al iets vertellen of laten zien? Ja, de voorkant ziet er natuurlijk anders uit. Want we hebben dit jaar geen prins of prinses en ook geen jeugdprinses of prins. Dus we hebben een mooie carnavaleske afbeelding op de voorkant gezet. Vol met kleuren. En ongetwijfeld zul je ook weer geel en rood de Pottersburgse kleuren erin ontdekken, Menno. En verder zei ik het al, we hebben dus een woordje van de pastoor. Ik zal een klein stukje daaraan alvast van verklappen. De pastoor begint met Pottersburgers. Het is wel lachen. De kantine lang keek ik reikhalsend uit naar de nieuwste editie van de carnavalskrant, de Pottersburger. Maar niks. Weer niks. Dan maar hopen op het jaar erop. En weer niks. 3 jaar geleden kaart ik het eens aan tijdens de Pottersburger mispreek, waarna ik in de namiddag van die carnavalszondag 20 dezelfde exemplaren in de brievenbus vond. Waarvoor hartelijk dank. Ik heb er al 17 van gelezen. En zo gaat hij door met zijn afscheidsbrief. En een bladzijde verder vind ik ook al een afscheidsgroet van burgemeester Rolvink. Burgemeester Rolvink begint met: afscheid nemen doet pijn. Het is een cliché, maar daarmee niet minder waar. Nu ik het besluit heb genomen om terug te treden als burgemeester van de gemeente Graven, begint een tijd van afscheid nemen.
Om te beginnen natuurlijk voor al die lieve en vriendelijke mensen in onze gemeente. En dan gaat hij verder met waar ik ook afscheid van zou moeten nemen, is het Graafse carnaval. Wat hebben mijn vrouw en ik daarvan genoten? Voor de goede orde, met Graafse bedoel ik dat gemeentebreed. Want ook in de kerkdorpen weet men wat een mooi carnaval is. En zo gaat hij weer verder. En natuurlijk, al bladerend, zie ik verschillende foto's van pronkzittingen uit de 20e eeuw. Ik zie een kanjer verschijnen, dat hou ik nog eventjes geheim. En er staan ook diverse pagina's in met picture memories, waarin oud-prinsen even wat vertellen over hun belangrijkste foto die zij hebben gevonden in hun archieven over hun prinsenschap in dat jaar. En ik zal er eens eentje meenemen en dan ga ik terug in de tijd naar het jaar 79. Daar staat een foto en daar staat bij: het carnavalsjaar 79 was voor mij een jaar met veel hoogtepunten. De markt werd toen Prinsenmerd genoemd, omdat er twee prinsen woonden. Jeugdprins Arno Hol en ik als prins Wim II. Het was ook het laatste prinsonthulling in het Oranje Hotel. En dan had hij als leus niet melken, maar drinken. En onder veel gelach werd mijn eerste rondje ontvangen. Dat bestond uit een glas melk voor alle aanwezigen. En zo schrijft prins Wim II, Wim Heinemans, nog een kort stukje als memories bij zijn picture, bij zijn foto. En er zijn wel 17 oud-prinsen die zo teruggegaan zijn in de tijd. En waar ik nog heel eventjes bij stil wil staan, is de gastschrijvers. Want we hebben Hans Schrijnen, die jaarlijks een stukje schrijft, Freddy Clouté. Maar we zitten ook ieder jaar te wachten op de Ruudingetjes van Ruud Moors. Ik wil er twee brengen. Vooruitzicht. Het is een geruststellende gedachte dat we ook na een gemeentelijke herindeling gewoon carnaval vieren in Pottersburg. En dan een tweede. Vooral veul. Als we straks weer mogen bestellen, bestellen we een bier per anderhalve meter. Zo, dit was een kleine blik, preview van onze mooie krant, de Pottersburger Courant 2021. Jan, enorm bedankt voor de preview. Ik wil namens de carnavalsvereniging jullie enorm bedanken voor het werk van voor de Pottersburger Krant. Jasper Erkelens namens het bestuur voor het binnenhalen van de advertenties. En natuurlijk ook de sponsoren voor het weer mogelijk maken van deze krant. Iedereen kan hem vinden op onze site pottersburg.nl. En alle leden kunnen hem krijgen hem aankomend weekend in de brievenbus. Jan, hoe ga jij carnaval 2021 vieren? Ja, ik zal zoals de meeste vooral het digitale carnaval gebeuren volgen. Dus als er quizzen zijn of als er andere activiteiten zijn, zal ik die ongetwijfeld op de website van Pottersburg kunnen vinden. Ik denk ook dat ik eens terugdenk aan al die mooie activiteiten die de afgelopen jaren waar ik bij ben geweest. Misschien ook wel dat ik in een fotoalbumetje duik en als jullie ook een fotootje vinden, want wij zijn op zoek als carnavalskrantcommissie naar mooie foto's, want we zijn bijna door de foto's heen. Heb je mooie foto's, mail ze even aan pottersburgercourant@pottersburg.nl of mail@salonfrans.nl of breng ze gewoon even langs bij Frans Beyer, Hamstraat 7. Iedereen weet hem wel te vinden. En ik denk dat het een heel andere carnaval wordt. Maar ja, dat kan weer een mooie opmaat zijn naar een volgend jaar carnaval in 2022, waar we hopelijk weer gewoon los kunnen. Dankjewel Jan. Wij willen iedereen een bijzondere carnaval wensen. Blijf gezond en fijne carnaval.